verzwakt de indruk en meldde zich bij de eerste hulp. Het gaat nu beter, maar hij is nog niet de oude. De sensoren in je lichaam die de bloeddruk en de hartslag regelen, die zijn een half jaar eigenlijk niks gedaan. Met als gevolg dat het lastig is om de bloeddruk in stand te houden in het hoofd. Dus daar moet je ook erg voor oppassen. En het leren lopen, hè. Spiercoördinatie was absoluut verstoord. Veel erger dan bij mijn eerste vlucht. En je lichaam heeft gewoon tijd nodig. Je wordt als het ware opnieuw geboren uit een kleine capsule. En als een baby moet je opnieuw leren lopen. De problemen worden dus veroorzaakt door de terugkeer naar de zwaartekracht na een ruimtereis in gewichtloosheid van 193 dagen. Kuipers is daarmee Europees recordhouder. Terugkijkend vindt hij de laatste dag, de laatste minuut, de moeilijkste. Zonder twijfel is de landing is het meest spannende. Als de parachute opengaat, word je alle kanten op geslingerd. Dan kan je in plaats van twee beeldschermen zie je er 20. Het zijn allemaal heftige momenten. En dan ook nog een keer de klap van de landing. Maar, dat is als het ware een auto-ongeluk wat je krijgt. Je wordt alle kanten opgeduwd. Dus dat is een stuk pittiger. Kuipers wil in de toekomst veel gaan zwemmen, om daarmee het prettige gevoel van zweven enigszins te benaderen. Het duurt overigens nog wel even voordat Kuipers naar Nederland terugkeert.